Ik bezie mezelf niet echt per se als ontwerper, maar eerder als een, ja, iemand die gaat lijmen of iemand die proces gaat sturen. We werken telkens samen met kleinere gemeenschappen. Dus het draait telkens rond een techniek of een soort ambacht waar mensen hun leven om draait. Eigenlijk gaan we slim spelen en linken we de industrie aan de kleinere gemeenschap. Zodanig dat ze samen sterker zijn, unieker, maar ook een diepere dimensie krijgen. Omdat er echt dingen worden uitgelegd die normaal nooit het daglicht zien of die, waar dat er niemand bij stilstaat, maar die zo mooi zijn. En dat geeft de waarde dan aan een object. Ik bezie ook een product als een soort communicatiekanaal. Om verhalen te vertellen of om situaties te schetsen. Hierbij hebben we lokaal samengewerkt met afvalverzamelaars, lokaal in Cebu, Filipijnen. We hebben die gemobiliseerd om oude ventilatoren te gaan verzamelen. Die hebben we gelinkt met een lokale industrie, dat is Rotan Weven. En zo is eigenlijk een soort lampencollectie ontstaan die de mensen van de junkshops eigenlijk een soort, ja, naar een nieuw niveau bracht of naar een nieuwe connectie met die industrie. Hier hebben we samengewerkt met een gemeenschap, de Filipijnen ook. En dat is een hele gemeenschap die overleeft door oude scheepstouwen te gaan herwerken. Dus wat doen zij? Ze halen de kapotte stukken eruit. Ze gaan dat helemaal ontbinden en dan gaan ze dat opnieuw gaan spinnen. We zijn dan op zoek gegaan van oké, hoe kunnen we dit materiaal aan zich promoten? En zo zijn we, ja, op bezoek geweest. We zijn gaan praten, we hebben beurzen bezocht. Met verschillende, ja, industriële partners of met bedrijven die echt productie doen. En hierbij hebben we dan een samenwerking gedaan met Papilio, ook een Belgisch bedrijf, gespecialiseerd in tapijten. Dus voor mij schetst dit mooi hoe dat we, ja, onze producten willen laten blijven leven. Een van de grootste uitdagingen is om een ambacht, om de fierheid of de traditie in ere te behouden, maar om toch een balans te vinden om er een nieuwe vorm of een nieuwe twist aan te geven. Dit jaar hebben we de Henri van der Velde Award gewonnen voor jong talent. Ja, dat is een blij gevoel, dat is een, ja, energie die je krijgt van wow. Dat is vooral een heel nieuwe stroom van mensen die je kan bereiken. Of die het verhaal lezen, meevolgen. En dat maakt mij zelf ook nieuwsgierig. Maar geeft vooral veel energie om al die nieuwe connecties te gaan uitpluizen. Ja.